om notenbrood te bakken heb je de noten nodig en die moeten dan eerst nog lekker wat malen. ...250 tot 300 gram germanenoot. Ik ga 4 broden bakken. Daarvoor heb ik 2 kilo 400 gram bloem nodig. Daarvoor neem ik 1 kilo gewone witte bloem. 1 kilo tarwebloem, iets donkerder. En dan meng ik nog met... Ja, om het even wat, een 9 graden en een 7 graden, het maakt niet zoveel uit. 400 gram, dan heb ik 2 kilo 400. Daar 25 tot 30 gram droge gist. Snuifje zout. 1,4 liter water. 2 klontjes suiker. Straks nog een beetje vetstof. Maakt niet uit wat. En ik doe er ook nog wat... tarwezemelen in. Dat is het zo ongeveer wat er allemaal in moet. Nu het werk. Kilo bloem, witte bloem. Bakje. De gist. 30 gram. Een kilo donkere tarwebloem. En dan nog 400 gram afgewogen negergranenbloem. Of ander, maakt niet zoveel uit. En dan eens mengen. Daar dan de vetstof bij, in dit geval 5-olie. En dan gaan we het water toevoegen. Voilà, dan bezig. Je kunt dat ook met tand doen, maar dit is natuurlijk wat eenvoudiger als je beschikt over een krachtige keukenrobot. Voilà, dat zit erin. Nu draaien tot we een relatief vaste deeg hebben. Dat alle bloem erin verwerkt zit. Als dat klaar is, mogen we er de noten gaan tussen doen, of gaan onder doen. Zout. En nog wat tarwezemelen. Hoe mengen?
een beetje bloem uitstrooien, zodat onze deeg niet aan ons plankje plakt. Onze deeg in de kom, maar eruit. En nog eens met tand wat bijbewerken. Verder kneden. Voilà. Een beetje platter drukken. En een uur laten rusten. Met een hand ook over. Voilà. Wachten, nu wachten, nafwas doen. De duurtijd is om. Is niet zo heel goed gerezen, maar dat is omdat mijn gist wat oud is. Maar het zou wel lukken. Voilà. Verdelen in vier stukken. Dobbelen noemen ze dat. Zien dat er straks lucht ook kan, de kurken insnijden. En nog 35 minuten narijzen in de oven. Minuten narijzen en dan 35 à 40 minuten op 230.